Vanaf 1 juli kunnen ouders bij de gemeente Almelo volledig digitaal aangifte doen van de geboorte van hun kind of kinderen. Zowel voor bevallingen thuis als in het ziekenhuis. Nou, het is feest omdat we inderdaad wat te vieren hebben. Vanaf 1 juli is de eerste live mogelijk, de volledige aangifte voor geboorte mogelijk bij de gemeente Almelo. Dat hadden we al wel in het ziekenhuis. Daar konden we in Almelo al heel vroeg geboorteaangifte doen. Maar er is nieuwe wetgeving gekomen om de digitale geboorteaangifte nog beter neer te zetten in Nederland. Maar dat betekent dat wij in het ziekenhuis moesten stoppen. En we zaten natuurlijk te trappelen om de hele format rondom digitale aangifte weer live te maken. En dat is dus 1 juli gebeurd. Nou, dat vergt wel heel veel werk, want dat betekent dat je dus ook de verloskundigen en de gynaecologen allemaal aangemeld moet hebben in het systeem. Dus je moet wel zorgen dat je een enthousiast verhaal komt in het ziekenhuis en ook met een enthousiast verhaal komt bij de verloskundigen. Omdat ik trots ben. Ik ben burgemeester van een gemeente waar de dienstverlening heel erg hoog in het vaandel staat. Dat hebben we goed voor elkaar, zowel in het gemeentehuis, maar vooral ook digitaal. En met het de openstellen van de mogelijkheid om digitaal geboorteaangifte te doen van je jonge kind in onze gemeente, ja, is daar weer een plus bijgekomen. Dat komt niet door machines, dat komt niet door software, dat komt door de mensen. En die staan hier allemaal achter me, want die mogen het vieren. Was dit niet gewoon een kwestie van op een knop drukken? Dat is niet waar. Ja, qua software is het wel zo. Maar je moet dus de hele organisatie eromheen, dat vergt nogal wat. En dan hoop je dat ziekenhuizen en verloskundigen mee gaan werken. Nou, gelukkig werden die heel enthousiast, want het is voor hun een extra handeling. Want voorheen hoeven we bij een geboorteaangifte, een verloskundige of gynaecoloog, niets te doen. En die moeten nu wel wat doen. Dus voor hetzelfde geld hadden ze gezegd, dat doen we niet. Dus